Die wet zei, als een man niet voor 10 jaar voor diezelfde baas werkt, moet zijn vrouw gaan. Je moet uit de Kaap komen. Voor Kerstmis. Het is voor 4 dagen, meneer. Elsa Hébert's boek is iconisch. En ons het allemaal daarmee groot geworden en dit gelees. En het was so, en natuurlijk ook bewust geweest van die verhoogproductie. Dit is een totale deel van mijn, zal ik zeggen, mijn culturele Afrikaanse bestaan. Dit was mijn grootste film nog. Een van die grootste uitdagings was die tekst om een baie dik boek oor een vrou se hele lewe. En specifiek die tijdperk wat Elsa Hébert vir die regte populair ken het. En dit te vat en dit amper op een manier deur daai prism te kyk na Poppy se hele lewe. Ek het vir Poppy in my gevoel. Ek het haar pyn geleef. Ek het haar liefde geleef. Ik heb alles van haar geleerd. Ik heb het gevoel in mij in. Excuus meneer. Je moet gaan. Ik geef je nog extension geen nie. Hier die story is een unieke Zuid-Afrikaanse story van die familie, van vrouwmens, van Ambokoto, een baie sterk vrouwmens van wat een familie so gehou het. As hy weer sy voete oplig, is het op die Trendlandskei toe. Al Christiaanse stories, filmstories noem ik hulle. En ik denk voor mij Poppy van Elsa Hébert's iconische boek af, hy en Saartjie wat die tekst verwerk het, ik denk dit is een, nog een van zijn sterk absolute main stories, wat ons allemaal nodig het om gereeld te hoor, net te sê, dis okay, jy is een mens, maar hou vast aan jou eie waarheid, whatever. Ja. Alles wat eindelijk gebeur het, wat ek gesien het gebeur en hoe die acteurs dit gespeel het, was vir my baie, baie touching. En ek voel dat dit sal baie mense touch.